een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een Action shoplog voor jullie. In het verleden maakte ik die veel vaker. Tegenwoordig als ik naar Primark of Action ga, denk ik ja, ik ga niet elke keer meer een video daarvan opnemen. Want ik heb al zoveel shoplogs op mijn kanaal. Maar de afgelopen maand ben ik zo vaak geweest. En ik heb bepaalde producten echt opgespaard in een tas. Maar meer dan de helft heeft al een plekje. Dus ik heb op mijn, omdat ik nu fulltime werk in groep 3 als juf, heb ik daar al van alles staan. Dus ik zal proberen of ik daar wat shots nog kan maken. In huis staat al van alles, maar ik weet niet eens meer wat er precies van de Action is. Ik heb twee dingetjes nog even uit mijn huis geplukt. En voor de rest komt het echt met alles wat in de tas zit. En de prijsjes, ik heb de bonnen als het goed is bewaard, maar die ga ik dan allemaal in de beschrijving zetten. Ja, dus die kan je daar vinden. Als je deze video leuk vindt, dat je het leuk vindt dat ik weer een Action shop nog heb, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En ben je hier nieuw en vind je deze video nou straks heel erg leuk? Vergeet dan niet te abonneren, zodat je meer video's kunt zien. Oké, laten we beginnen met het eerste grote ding wat ik nog in mijn huis heb kunnen vinden. En dat is dit blad. Ik heb er nog eentje in het roze. Die zit in mijn klas. Dus daar zie je straks de shots van. Het zijn super leuke dienbladen. Er staan wel allemaal cocktails op. Ik vind ze er zo leuk uitzien. Deze staat boven mijn bed. Hier zijn al mijn crampjes en dingetjes in die ik nodig heb 's avonds. Super handig op een dienblad dat je het ook gewoon in één keer kunt verschuiven. Ik heb de grote versie als het goed is. Je had twee maten. En ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Dan deze super leuke basket. Je ziet hem bijna niet. Ik moet hem even voor me houden. Ik heb hem ook in het oud roze. Die staat in mijn klas. Die gebruik ik daar gewoon als prullenbakje. En hier heb ik er eigenlijk nog niks in. Ik heb super veel van die baskets van de Action. We hebben hier grotere waar kleedjes in staan en kleintjes. En deze staat nu ook nog gewoon op het plankje boven mijn bed. Er zit nu nog niks in, maar ik vond hem leeg ook wel heel erg leuk staan. En dit zijn super mooie, fijne mandjes. Altijd bij de Action vind ik dat je zulke leuke dingetjes hebt hiervoor. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik heb ook een super leuk, hetzelfde idee, een kapstokje. Maar die zie je straks, want die hangt in mijn klas. En dan heb ik deze desk planner. Make today amazing. Laten we die even gaan openmaken. Tegenwoordig is best wel veel verpakt valt me op bij Action. Dat vind ik wel fijn. Ik denk dat ze daardoor ook veel minder hoeven weg te gooien. Want als dingen open zijn, worden ze gewoon snel niet meer verkocht. Omdat ze er niet meer mooi uitzien. Ik vond hem er overzichtelijk uitzien, maar toch ook leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe die van binnen is. Oké, hij is sowieso in het Engels. En hij is best wel simpel. Maar deze heb ik echt nodig op mijn werk. Want als juf is het niet normaal hoeveel je moet onthouden op een dag. Dus hier komen mijn to-do listjes. Het wordt niet mijn agenda, maar echt mijn to-do voor de week. Ideaal. Dan heb ik een, ik zocht zo'n duster. Maar dit is een flexible duster van het merk Spargo. En ja, dit is om mee af te stoffen. Moet ik hem even laten zien? Action is gewoon ideaal voor huishoudspullen, voor alles. Ik vind Action echt top. Oké, je kunt hem zo gebruiken. Lekker afstoffen. En dit denk ik. Ja. Oké, nou, ideaal. Dan kun je ook, dat is echt nodig in ons huis, eventjes zo de camera schoon. Even het plafond, krijg nu het plafond aan. Oké, super handig. Top. Dan nog zoiets, dit is een, ik ben losgegaan. Window cleaner with spray function. Ramenreiniger met sproeifunctie. Hier zit de sproeier. Kun je dan vullen met water ergens. Ja, er twee doekjes bij zitten. Dat je deze er. Oh ja, dit is een nieuwe. Dus je hebt er twee. En ik weet niet of je ook die losse doekjes kunt kopen. Maar dan kun je dus lekker de handen reinigen. En een leuk wonderdoekje. Ziet er ook nog heel erg leuk uit. En deze vind ik heel leuk. Ja, ik heb geen vakantie meer. Maar ik had zo'n Primark inflatable flamingo gekocht voor 12 euro. Toen dacht ik deze voor, ik weet niet meer hoeveel, 4 of minder. Toen dacht ik ja, ik vond het zo leuk vorig jaar zomer. Dan wil ik deze vast hebben voor volgend jaar zomer. Of als ik weer op vakantie ga. Van 1,77 was hij. En ik ben 1,74. Super leuk toch? En de kleur ziet er ook echt mooi rood uit. Dus top. Colgate tandpasta. En ik heb het Glow & Highlights palet. Ik doe niet echt meer make-up dingen op mijn kanaal. Omdat ik gewoon merk dat mensen het niet heel leuk vinden bij mij. Omdat ik er te weinig van af weet. Maar hier was ik zelf gewoon heel benieuwd naar. Dus zal ik hem nu maar meteen even gaan testen. Kom ik even wat dichterbij. Dat is wel fijn. Ziet er heel mooi uit. Heel leuk dit kleurtje. Tadaan. Oeh, het is heel lekker cremerig. Niet droog. Het brokkelt, wow. Wow. Het brokkelt echt nul af. 0, 0, 0. Snap je wat ik bedoel? Maar het is een poeder, maar het voelt heel zacht. Wow, jongens. Niet schrikken, maar kijk. Oh, ik heb het weer verkeerd geswatcht natuurlijk. Is het scherp? Nee. Ja, oh, kijk!
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, maar dat het echt lekker zacht voelt. Je gaat erin en het voelt gewoon bijna alsof het een vloeibare highlighter is. Zo zacht voelt het. Zo mooi. Wauw. Oké, ik ben echt heel blij. En als ik overheen wrijf... Ik heb er echt heel hard overheen gewreven en zo ziet het er nog steeds uit. Wauw. Action is goed bezig. Ik moet ook wel zeggen dat highlighters nooit slecht zijn, vind ik. Altijd komt er wel een glansje af, maar dit vind ik echt chapeau. Prachtige holographic kleuren ook, wauw. Dan nog hele leuke cooling eye mask. Oh, het is een masker. Ik dacht dat het losse patches waren. Het is een masker. Die kan je dan dus in de vriezer leggen of in de koelkast. En dan... ik gebruik dit soort dingen helemaal nooit, omdat ik er geen tijd voor maak. Maar het helpt echt wel. Helps to reduce the appearance of dark circles and wrinkles. Nou, ik werk nu dus fulltime. En als ik 's ochtends opsta, heb ik echt wel momenten gehad dat ik mijn ogen gewoon bijna niet open kan krijgen aan het einde van de week. Echt gewoon. En dan lijkt het me heerlijk om eventjes... Wat leuk! Hij is ook gewoon... Het is niet zo groot, het zijn alleen maar je ogen. Oh, heerlijk. Ja, vind ik heel leuk. Dan heb ik ook nog... Ja? Oké. Dan heb ik ook nog deze hele leuke pennen. Ze hadden meerdere soorten. Ik heb deze gekozen. Zo leuk. Ik vind echt dat... Ja, zoals ik al zei, ik vind dat Action het echt erg goed doet allemaal. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Toen ik nog de schoolspullen moest kopen, was het altijd alleen maar de HEMA eigenlijk. Die een beetje leuk betaalbare dingetjes had. Maar dit is allemaal zo cheap en leuk en... Echt super. De verpakkingen zien er ook gewoon zo leuk uit. Het voelt super cheap. Echt hartstikke plastic. Maar boeiend. Ik ben iemand die de pen ook altijd kwijtraakt. Hoe leuk. Echt geweldig. Zo leuk. Die ga ik ook zeker op mijn bureau zetten in de klas. Nou, waar ik er ook super veel van heb gevolgd zijn deze haakjes. Ik vind ze altijd nog best duur voor Action. Het is 2 euro voor 2 haakjes. Maar dat komt omdat het echt 3M is. Dus dat is van het hele stevige plakspul. Oh, ik zie nu dat je ze 60 seconden moet aandrukken. En dan 24 uur moet laten wachten. Zeg maar, moet wachten voordat je ze gebruikt. Wauw, oké. Dat doe ik dus nooit. Nou, in mijn klas heb ik haakjes, hier heb ik haakjes. Deze zijn ideaal als je gewoon niet wil boren, maar wel iets wil ophangen. Dus die koop ik super vaak. Dan heb ik hier nog kauwgom. Ik neem altijd kauwgom mee van de Action. Ook in mijn klas wil ik altijd 's ochtends even een kauwgompje. 's middags, thuis, altijd gewoon goede adem hebben. Ook heb ik weer een pot kokosolie gekocht. Want Ruben en ik vinden het heel fijn om een kokosolie te bakken. Dan heb ik hier een drankje. Ik had ook een geel flesje met gember. Dat smaakte gewoon een beetje naar echt hele slechte Fanta. Maar dit is... Zal ik maar even proeven? Het was super goedkoop. Het is van 40 cent. En dit is matcha green tea en watermelon mint. Ik dacht dat die moet ik echt op beeld proeven. Ik vind hem leuk. Veel lekker in ieder geval dan de gele. Die vond ik echt helemaal niet lekker. Dan heb ik hier nog 2 stokjes. Dat was van zo'n scratch blok. Zo'n zwart blok. En als je erop krast, krijg je allemaal... Het zit zeg maar allemaal zo'n gekleurd vel eroverheen. Het houtskool. Dus als je krast, krijg je allemaal gekleurde letters. Maar ik weet niet waar dat blok is. Ik denk ook wel in mijn klas. Die liet ik op Snapchat zien. En daar reageerden heel veel mensen van... Oh, kom hier aan. En ik heb... Ruben zegt dus dat ik snurk. Nasal strips. Neusstrips. Reduces snoring. Ik denk dus doordat dat een beetje... Kijk, ik heb best wel... Ik heb een hulp. Zij had echt een enorme neus. Maar dit is heel smal. En ik heb... Dus ik denk dat het dan... dat het een beetje je neus zakt even... Ik ga niet slapen nu, maar... Dat je neus een beetje omhoog trekt. En zo'n hele snurkbeugel. Kijk, zo erg snurk ik niet. Ik heb volgens mij soms een beetje zo... Dat doe ik volgens wie ben. Oh, het plaatje lijkt echt op een hele normale pleister, maar dat is het niet. Het lijkt meer op een soort patch. Klopt het? Eerst je neus schoonmaken. Niet te hoog, niet te laag. Neusgaten zijn echt verder open. Ik kan veel lekkerder ademen. Woe! Er gaat echt een wereld voor me open nu. Wat? Hier schrik ik
een beetje van. Ik schrik hier echt een beetje van. Ik heb echt heel veel moeite met ademen door mijn neus. En nu? Het is zo prettig. Ja, dit is misschien heel raar voor jullie, maar dit voelt voor mij echt niet normaal. Oké, dit duurde veel te lang, sorry, maar dit is echt heel bijzonder. Nu komen er nog eventjes wat beelden van mijn klas en zo, dat je nog even kunt zien wat ik daar nog op sta van de Action. Hier staat mijn prullenbak. En deze leuke mand gebruik ik als andere prullenbak. Eigenlijk voor deze papiertjes bij de wasbak. Dan heb ik dit kastje en daar bewaar ik gewoon wat handige dingetjes in. Deze krijtjes. En hier heb ik bijvoorbeeld deze zijn ook van de Action. Krijtbordkaartjes. En deze stiften zaten er ook bij. Net zijn krijtbordstiften, dus die kan ik niet weghalen. Maar dan ziet het er zeg maar wel uit als krijtbord. En ook deze kaarsjes heb ik bij de Action gekocht. En dan heb ik dit hele leuke blad. En daar zitten dan blaadjes in en kleurpotloden. Ik heb dit hele leuke rekje die ik super graag wilde. Gebruik ik als kapstokje. En een beetje voor mijn sleuteltjes. Nou, deze perforator is ook van de Action. Deze ook. En deze plakbandhouder ook. En deze hele leuke spelletjes. Die heb ik ook bij de Action gekocht. Per leeftijd. Echt super handig. Nou, ik kom net terug van mijn werk en ik ben weer even naar de Action geweest. Ik dacht, ik laat dat ook nog even snel zien. Even een ander soort shoplog dan normaal. Maar het is namelijk super handig. Ik heb eventjes, even kijken. Deze map gekocht. Een witte en een hele leuke roze. En die zijn sowieso super goedkoop. En dit is ideaal, want je moet zoveel bewaren als docent. Dus dit is mijn, wordt mijn thematijdmap. We hebben thematijd. Dat is, op die manier werk je nog met thema's in de middag. En we werken met meerdere thema's in een jaar. En steeds als ik wat leuke dingetjes voor een thema heb bedacht, dan wil ik het opbergen in een map. Maar het was gewoon allemaal niet zo handig. Dus ik dacht, je had ook nog een donkerblauw, maar die vond ik lelijk. Dus ik dacht, ik neem van elke kleur 2. Zo ziet het eruit in de winkel. Dit zijn dus een soort van snelhechters. Het lijkt een snelhechter, maar er zit hier een, hoe noem je dit? Van perforator, allemaal gaatjes, waardoor je het in je map kan doen. Dus je doet eigenlijk een snelhechter in je map. En in die snelhechter zitten dan allemaal van die mapjes. Dus hier kun je niet het zo met 2 gaatjes in doen, maar met van die hoesjes. Dus allemaal bladen die ik kopieer of wat dan ook, kan ik dan... Het is wel een beetje niet heel goed spul. Het is echt een beetje dunnig, maar maakt niet uit. Dus dit is dan mijn themamap. En bijvoorbeeld dit is thema het vliegveld. En al die bladen gaan hierin, zodat ik volgend jaar dat weer kan gebruiken. Er zit echt super veel ruimte in. Ideaal. Dan heb ik gewoon nog van die tabbladen gekocht, maar ik vond deze wel leuk, want het heel veel kleurtjes heeft. En ik moet een klassenmap maken. Daarvoor ligt er al een map in de klas, dat is een rode map, maar die moet ik helemaal gaan indelen. Dus vond ik dit heel erg handig. Dus alles over de kinderen in de klas, voor als er iemand moet invallen, dat hij alles kan vinden. En dan wilde ik graag heel erg mijn, echt mijn map met de dagplanningen en belangrijke dingetjes, wilde ik heel graag in een roze map. Dus die map heb ik ook nog gekocht. Ook weer zo'n lekkere dikke map. Wat ik ook nog zag zijn deze. En dat zijn van die suede koordjes voor een sleutelhanger of iets. Die vond ik gewoon super schattig. En ook nog voor mijn school. Deze heb ik ook vorige keer op mijn stage afscheid gegeven. Zodat ze met het buitenspelen met stoeprijd iets moois kunnen maken. En ook voor het buitenspelen. Ik vind ze niet er leuk uitzien. Maar dit zijn... Ze hebben nu zo'n groot springtouw. Maar ook nog 2 kleine springtouwen. Dat je in je eentje kunt springen. En er zit een tellertje op. En ook nog, ik heb geen idee of dat gaat werken. Misschien wordt het alleen maar geklier. Maar bellenblaas en navulling. En ook heel erg handig als de kinderen gaan schrijven. Vind ik het fijn dat ik dat niet op het digibord hoef te doen. Maar ik dat op een klein memobordje kan doen. Dus dan kan ik met het kleine groepje aan tafel schrijven en hierop het voordoen. Ideaal, want die kost ook helemaal niks. En als laatste heb ik nog weer zo'n spelletje. Volgens mij had ik deze nog niet. Misschien wel, maar volgens mij heb ik hem nog niet. Ik heb hem volgens mij alleen met ABC en zo. Dus super leuk. Nou, dan was dit het echt. Doei! En dan was dat alles van mijn klas. Ik heb hem nog steeds op. Ik ben helemaal flabbergasted door dit. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En te abonneren als je hier nieuw was en het lijstje leuk. Dan zie ik jullie volgend weekend weer met een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!